Met deze wizard kunt u eenvoudig de besparing berekenen van MCS Private GSM met True Roaming. In deze instructievideo worden de omrande velden ingevuld om tot een ROI en TCO te komen. In veld 1 vult u het totaal aantal licenties in. In veld 2 geeft u aan hoeveel van die licenties buitenpandig moeten kunnen roamen. Omdat niet alle roaming sims dagelijks in gebruik zijn, vult u in veld 3 het gemiddelde in, zodat de wizard de werkelijke belkosten kan berekenen. Indien u zelf de server verzorgt, typt u ja in, zodat alleen de software berekend wordt. Hetzelfde geldt voor de ESPA-koppeling. Als u deze nodig heeft, typt u ja in. U voert het aantal picocellen in voor de inpandige dekking. De wizard selecteert automatisch de juiste server. Pas eventueel het aantal arbeidsuren voor configuratie aan, voordat u rechtsonder naar de totalen gaat. Hier ziet u in het groen de totale investering en de jaarlijkse kosten voor software assurance. Links onderin gaat u naar het tweede tabblad om de belkosten en TCO uit te rekenen. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 100 medewerkers. Hiervan roamen er gemiddeld 20 per dag. De overige 80 medewerkers zijn dus binnen, waarbij de GSM fungeert als dektoestel. Omdat de tarieven voor vast en mobiel verschillen, voert u gegevens in over het belgedrag. De wizard berekent, na aftrek van de belbundel, het aantal betaalde minuten met corresponderende tarieven. Onder het tarievenoverzicht ziet u de totale kosten per onderdeel. Het totaal van die kosten wordt omgerekend naar gemiddeld TCO per persoon per maand. Operators bieden steeds vaker een vaste abonnementsprijs aan. Eventueel kunt u dat bedrag hier invullen. Vervolgens ziet u hier hoe snel de investering is terugverdiend.